En Brotherhood Security heeft met ondersteuning van de SDG jeugdambassadeurs 5 VOJ'ers in de bloemetjes gezet. Dit gebeurde gisteren op het hoofdkwartier van het bewakingsbedrijf. Deze 5 leerlingen zijn winnaar geworden van de online verloting die onderdeel was van het Brotherhood Back to School event. Sandra Essenboom van het securitybedrijf haalde aan dat Brotherhood een bijdrage wil leveren aan het creëren van een betere samenleving. Het ondersteunen van jongeren op het gebied van educatie is een goede aanzet daartoe. Essenboom adviseerde de jongeren om goede keuzes te maken als zij succesvol willen zijn. Eén daarvan is het kiezen van goede vrienden. Het tweede wat ik wil meegeven is: ontwikkel vaardigheden om te communiceren, om te praten en te schrijven. Communicatie is niet alleen het praten, communicatie is ook het schrijven. Eerlijk is eerlijk, zoals hij het net heeft uitgelegd, was wel duidelijk toch wat hij zei. En het komt prettig op je over wanneer iemand iets op een duidelijke manier uitlegt. Het is belangrijk om je communicatie, het is belangrijk om je schrijfvaardigheid, om het te ontwikkelen. Want niet voor niets dat men zegt, wie schrijft, die blijft. Het derde wat ik wil meegeven is, elke dag mag je een keuze maken om iets te leren. Je moet nooit een dag naar bed gaan en in je bed liggen en zeggen, vandaag heb ik niets geleerd. De Blessing Kids Club van de stichting House of Love heeft gisteren ook 50 kinderen van het resort Bonbuiten blij gemaakt met een schoolpakket. De stichting voert dit project uit tegen de achtergrond dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. De pakketten zijn verstrekt aan kinderen van de Nieuwzorgweg en de Annaweg. Gwen Hadden Amelo, voorzitter van House of Love, zegt dat de stichting veel sociale projecten uitvoert. Met dit project willen de jongeren van de stichting de liefde van God betonen. Hadden zegt dat er geen voorregistratie nodig was. Deze keer gaan wij naar de mensen toe. Ze weten het niet eens hoor. De Bonbuiten is een surprise. Voor zeker Nieuwzorgweg en Annaweg. Men weet het niet. We gaan zo aanstonds gaan bij huis aan huis. Om ieder huis gelukkig te maken met 1 schooltas met inhoud. Dus men hoeft zich niet te registreren. We gaan zelf naar de mensen toe en ze een verrassing. Om ze deze verrassing te geven. Volgend jaar kunnen we het anders doen. Maar dan zullen we ook op tijd de mensen daarvan op de hoogte stellen. Dat was dus Gwen Gadden Amelo. Ze is voorzitter van de stichting House of Love. De kinderclub van de stichting heeft gisteren 50 schoolpakketten verstrekt aan kinderen van Bonbuiten. De organisatie wil dit project volgend jaar in een ander jasje steken.